بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Het is inderdaad echt heel erg mooi om te zien hoe jullie met grote getalen zijn gekomen. Het laat zien dat het enthousiasme voor de Ramadan springlevend is en dat biedt hoop. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons deze gezegende maand te doen bereiken. Het is nog minder dan een week en dan zal deze prachtige maand, die zal weer van start gaan. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala de deuren en de mogelijkheden naar het paradijs vergemakkelijken voor ons. En de deuren naar het hellevuur, die zullen gesloten worden. En dat is het doel. En dat is waar we het vanavond over gaan hebben, inshallah. Ik wil me excuseren vooraf, vanwege twee dingen. Ik heb altijd een gewoonte dat ik nooit van de een op de andere dag ziek word. Ik heb altijd een aanloop van een aantal dagen, waarbij ik hem begin te voelen. En het is weer raak. Dus ik merk dat over een dag of twee dat ik weer even knock-out lig. Dus allereerst daarvoor mijn excuses. En ten tweede, ik weet dat de grote getalen die ik hier voor me zie vanavond, die zijn natuurlijk vanwege het feit dat jullie op de flyer hebben gezien dat onze broeder Joram van Klaveren zou komen. Hij heeft zich helaas moeten afmelden. Hij heeft te kennen gegeven dat zijn moeder ziek is. Dus we vragen Allah om haar te genezen en haar te leiden naar islam. De meeste broeders zijn voor u gekomen. Dus jullie zullen het met mij moeten doen vanavond. Ja. Ik heb ook een geschiedenis bij de PVV, maar dan net wat anders. Het grappige is dat Wat ik leuk vond om te zien aan die flyer, om naast Joram te staan. Ik heb Joram een aantal keren ook gesproken. Toen hij nog bij de PVV zat. Oh nee, dat was niet bij de PVV, dat was daarna. Toen hij zijn eigen partij was gestart, heb ik een keertje gedebatteerd tegen hem op de radio. Dus dat was nog in zijn tijd als politicus zijnde, waarin hij heel erg bezig was met het bestrijden van de islam. En toen hij dus een keer bij ons hier op bezoek was gekomen, nadat hij moslim was geworden, heb ik hem ook de vraag gesteld van, ken je mij nog? Hij zegt van, ja, ken je jou nog? En het was even leuk en bijzonder om even na te praten over het debat dat we hadden gehad. Zo zie je maar dat Allah subhanahu wa ta'ala leidt wie hij wilt. En zo ook Allah subhanahu wa ta'ala vergeeft wie hij wilt. En aan het eind van de dag is dat hetgene waar we naar op zoek zijn. Deze gezegende maand van de Ramadan die eraan zit te komen, daarover zegt Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oftewel, o jullie die geloven, Allah subhanahu wa ta'ala spreekt hier de gelovigen aan. O jullie die geloven, het vaste is jullie voorgeschreven zoals het is voorgeschreven aan de volkeren voor jullie. Oftewel, Allah subhanahu wa ta'ala maakt duidelijk dat deze daad van aanbidding, het vaste, een daad is waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt. En hij houdt ervan op zo'n manier dat hij deze daad heeft voorgeschreven niet alleen voor ons als moslimgemeenschap, maar zelfs voor alle gemeenschappen voor ons, alle volkeren van de voorgaande profeten en boodschappers, die waren bekend met deze daad. En Allah subhanahu wa ta'ala had hen deze daad gegeven om daarmee dichter bij Allah te komen. Dus het feit dat dit een daad is dat teruggaat naar vele volkeren voor ons, laat zien dat het een heel bijzonder iets is. Het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala deze daad keer op keer met elke nieuwe openbaring terug laat komen, laat zien dat er iets bijzonders schuil gaat achter deze daad van aanbidding. En aangezien de maand Ramadan centraal staat vanwege het vaste, zullen we ook proberen om vandaag vooral te focussen daarop. Want naast het vaste heb je natuurlijk heel veel andere mogelijkheden als het gaat om de maand Ramadan. De maand Ramadan is ook de maand van recitatie van de Koran. De meeste mensen die hebben al streven om gedurende de maand Ramadan om de gehele Koran uit te lezen. En als je dat niet hebt, dan heb je het streven om elke dag bij Salat al-Taraweeh aan te sluiten in de moskee.
En ook daarin staat de Koran centraal. Want het doel is om de gehele Koran uit te lezen gedurende deze maand in het gebed. Daarnaast staat de maand Ramadan ook bekend als de maand van sadaqa, liefdadigheid. Deze maand staat ook bekend als een maand van silatul rahim, oftewel het onderhouden van de familiebanden. We zoeken elkaar op, we nuttigen samen de iftar. Dus de maand Ramadan staat bekend om heel veel zaken. En dat betekent dat we al deze zaken kunnen gaan bespreken, maar dan blijven we hier zitten tot na de Ramadan. Dus ik wil focussen op één specifiek onderdeel en dat is het vasten. En een aantal bijzondere zaken die verscholen zitten in deze daad van aanbidding. Het vasten in de maand Ramadan vereist namelijk van jou dat je gedurende de dag wegblijft van zaken die normaal gesproken niet schadelijk zijn. En niet alleen niet schadelijk zijn, maar sterker nog, behoren tot de absolute basisbehoeftes. Eten, drinken. En zo zijn er een aantal andere zaken waar we van wegblijven om onze vasten in stand te houden. En het bijzondere hieraan is dat Allah subhanahu wa ta'ala in die ayah die ik net heb genoemd zegt dat het vasten bedoeld is voor een specifieke reden. En dat wordt interessant, want wanneer wij als moslims in de Koran en Sunna duiken en daarin zien dat Allah subhanahu wa ta'ala ons opdraagt om iets te doen of ons beveelt om ergens van weg te blijven, dan is de eerste vraag die vaak opkomt bij mensen, waarom? Wat is de reden hierachter? Wat is de wijsheid hierachter? En de realiteit is dat Allah subhanahu wa ta'ala in veel gevallen de wijsheid niet noemt. Ja? In heel veel gevallen noemt Allah subhanahu wa ta'ala de wijsheid niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het feit dat net Salat al-Isha is gebeden. Ja? Salat al-Isha. Hoeveel raka'at is Salat al-Isha? 4. Oké. Nou, we kennen de wijsheid van het gebed wellicht. Omdat in de Koran en in de Sunna meerdere verwijzingen daarin staan. Ja? Maar als we het hebben over het feit dat Isha 4 is. Wie kan me vertellen wat de wijsheid is? Dat Isha 4 raka'at is. En dat het gebed daarvoor Maghrib is 3. En dan wanneer we na Isha straks als Fajr aanbreekt, bidden we 2. En dan breekt Dhuhr aan en dan weer 4. En dan weer Asr, 4. Dan weer Maghrib, 3. Wat is de wijsheid daarvan? Niemand zal je dat kunnen vertellen. Waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala ons dat niet heeft verteld. En wanneer Allah subhanahu wa ta'ala ons niet op de hoogte stelt waarom hij een bepaalde daad van aanbidding heeft voorgeschreven, dan is de reden daarvoor, nummer 1 is voor ons niet relevant om te weten, maar nummer 2, wat hierin belangrijk is, is het weten dat alles wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft bevolen, dat hij ervan houdt om op die manier aanbeden te worden. Hij houdt ervan om op die manier aanbeden te worden. En wanneer een dienaar, wij als dienaren van Allah, op het moment dat wij weten, Allah houdt van deze daad op deze manier, dan is de eerste reactie niet de vraag waarom. Ja, dat is niet de eerste reactie, dat zou niet de eerste reactie moeten zijn, beter gezegd. Dat is geen gepaste reactie. Een eerste gepaste reactie is het verrichten van deze daad zonder vraag te stellen. Zonder vraag te stellen. Als je daarna vervolgens de wijsheid van bepaalde zaken wilt weten, om zo de sharia van Allah, om die te begrijpen, dat is wat anders. Dat is prima. De islam spoort ons aan om kennis te vergaren. Maar diezelfde kennis die wij vergaren, mag voor ons geen obstakel zijn om bepaalde bevelen na te laten. Dat is een belangrijk iets. Ja, dit is een belangrijk iets. Vooral vandaag de dag zie je dat mensen veelvuldig deze vraag stellen en zelfs een bepaalde houding aannemen waarin ze zeggen, ik zal pas deze daad van aanbidding verrichten of ik zal pas gehoorzaam zijn als ik begrijp waarom. Als ik begrijp waarom. Wat is de redenatie hierachter? Als ik begrijp waarom, om te kijken of ik het ermee eens ben. Ja, sinds wanneer moeten wij het eens zijn met wat Allah wil of niet? Ja, je kunt de discussie aangaan, net als dat je er ook voor kunt kiezen om te gaan boksen met een berg. Je bent vrij om dat te doen. Maar het zal je niks opleveren. Aan het eind van de dag is de verhouding tussen ons en Allah, is er eentje van de Heer, de Meester, de Heerser van hemel en aarde en een slaaf en een dienaar. En het menselijke ego die heeft vaak moeite
om zich neer te leggen bij dit soort termen. Ja, hoezo slaaf? Ik ben slaaf van niemand. Ja, jawel, je bent wel een slaaf. Je kunt heel hard roepen dat je geen slaaf bent, maar dat maakt je niet minder een slaaf. Net als dat je heel hard kunt roepen dat de zon blauw is, ja, maar dat maakt hem niet minder geel of oranje. Dus het feit dat jij hier aanwezig bent en dat Allah subhanahu wa ta'ala de volledige controle over jou heeft, maakt duidelijk dat jij een slaaf bent, een dienaar bent van Allah. En een slaaf en een dienaar die gehoorzamen. Die gehoorzamen. En of jij het ermee eens bent of niet, is niet relevant. Dus heel veel van die daden die Allah heeft voorgeschreven, daar heeft hij geen reden van genoemd en verwacht hij gehoorzaamheid. Wat is het bijzondere van het vaste? Het bijzondere van het vaste is dat Allah subhanahu wa ta'ala de reden hiervan wel noemt. Allah noemt de reden hiervan wel. En op het moment dat Allah subhanahu wa ta'ala de reden noemt van het gebod of verbod van iets, dan geeft dat ons heel veel ruimte om te overpeinzen wat voor wijsheden we hieruit kunnen halen. Om zo het doel van deze daad van aanbidding beter te begrijpen. En het begrijpen waarom je vast zal jou in staat stellen om deze gezegende maand Ramadan op een succesvolle manier te beleven. Allah subhanahu wa ta'ala, hij zegt namelijk over het vasten, la'allakum tattaqoon. Oftewel, jullie gaan vasten zodat jullie taqwa zullen verkrijgen. En dit woord taqwa is een Arabisch woord en daar zijn boeken over geschreven. Ja? Daar zijn talloze boeken over geschreven over wat het woord taqwa inhoudt en wat voor implicaties het heeft. Maar om het nu samen te vatten, zodat wij verder kunnen duiken op de betekenis ervan, is het van belang om het volgende te weten. Namelijk dat taqwa inhoudt dat jij als het ware een obstakel plaatst, een barrière plaatst tussen jezelf en datgene wat je vreest. Duidelijk? Ja, dus wat is taqwa? Dat jij een barrière plaatst tussen jezelf en datgene wat? Datgene wat je vreest. Ja, datgene wat je vreest. Nou, als wij nu zeggen datgene wat je vreest, waar denk je dan aan? Wat vrezen wij als mensen? Wat vrezen wij als moslims? Wij vrezen Allah. Wat nog meer? Afgrond. Ja, de afgrond. Oftewel de bestraffing. Het hellevuur. Al deze zaken, het graf. Al deze zaken, de dood. Al deze zaken vrezen wij. Daar zijn we huiverig voor. Omdat we weten dat het eraan zit te komen. En we weten ook dat we niet voldoende voorbereid zijn. Dus taqwa houdt in dat je een barrière plaatst tussen jezelf en al die zaken waarvan je weet dat ze eraan te komen. En ik moet mezelf hier tegen beschermen. Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran spreekt hij veelvuldig over het hellevuur. Veelvuldig. Hij spreekt veelvuldig en gedetailleerd over de bestraffing. En het feit dat hij dit noemt op zichzelf is genade. Het feit dat Allah jou op de hoogte stelt van de bestraffing van het hellevuur, dat op zichzelf is genade. Waarom is dat een genade? Omdat je daarmee op de hoogte wordt gesteld en jezelf kunt voorbereiden om het te vermijden. Als Allah subhanahu wa ta'ala alleen liefde had beloofd en alleen het paradijs had beloofd en geen woord had gerept over het hellevuur en had gezegd God is liefde, ja, God is genade en dat is het enige. En jij komt aan met jouw gebrekkige daden, jij komt aan met jouw zondes, jij komt aan met jouw onrecht, hopend op het paradijs. Tegen jou wordt gezegd nee, jij gaat eerst naar het hellevuur. Ik denk, hellevuur, daar heb ik niks over gelezen. Dat wist ik niet. Ik dacht dat God liefde was. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala is genadig, maar hij is ook rechtvaardig. Hij is ook rechtvaardig. Is het rechtvaardigheid dat een persoon die zijn hele leven lang zichzelf heeft ingezet om de tevredenheid van Allah te verkrijgen? Hij heeft slapeloze nachten gehad omdat hij stond in het gebed. Hij heeft dagenlang gevast en honger geleden. Hij heeft zichzelf ingezet dag en nacht om het goede te doen. En weg te blijven van verleidingen en van zondes en van zijn begeertes. En deze persoon komt de dag des oordeels. En dan heb je een tweede persoon, die is helemaal losgegaan. Die heeft zich nergens aan gehouden. Die heeft geen enkele verplichting nageleefd. Geen enkel verbod heeft hij vermeden. Hij heeft alles gedaan. En die komt ook op de dag des oordeels. Is het dan rechtvaardigheid? Is het genade dat Allah subhanahu wa ta'ala deze twee personen op dezelfde manier zal behandelen? Ja? Is dat rechtvaardigheid? Nee. Dat betekent dat naast de genade van Allah, dat rechtvaardigheid aanwezig moet zijn. En dat omschrijft Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Dus jezelf beschermen tegen het hellevuur,
Ja, dat is het streven met taqwa. Dat is het streven. En dan kun je jezelf afvragen, hoe zorgt het vaste ervoor dat ik taqwa verkrijg? Hoe zorgt het vaste ervoor dat ik een barrière plaats tussen mezelf en datgene wat ik vrees? Ja, want overdag ga ik niet eten, ik ga niet drinken, ik heb geen geslachtsgemeenschap en ik ga nog een aantal andere zaken niet doen. Hoe zorgt dat voor taqwa? Ja? Om dat te begrijpen, moet je weten hoe de mens in elkaar steekt. Ja? Je moet weten hoe de mens in elkaar steekt. Je moet weten waar de mens uit bestaat. Wij allemaal, beste broeders, wij weten dat er een versie van onszelf in ons zit die ons aanspoort en motiveert om bepaalde dingen te doen. We hebben een versie van onszelf die aanwezig is, die alleen bezig is met jou aansporen om jouw fysieke behoeftes om die te vervullen. Wanneer je honger hebt, dan hoor je deze stem. Van ga dit eten, ga dat eten, dit is lekker, zus is lekker, zo is lekker. Ja? Wanneer je dorst hebt, ja, ga dit drinken en dat drinken, dit is lekker, ga daar naartoe en deze plek heeft lekkere drinken. Wanneer je de begeerte voelt, oh kijk naar dat meisje, kijk naar dat meisje. Oh, deze is makkelijk, deze is moeilijk, beter die. Dus deze stemmetjes, die zijn aanwezig. En dat zit in ieder van ons. Dat zit in ieder van ons. En dit stemmetje, die is niet bezig met halal of haram. Die is daar niet in geïnteresseerd. Die kijkt niet naar wat heeft Allah gezegd en wat heeft Allah niet gezegd. Dit stemmetje is alleen maar bezig met jouw fysieke behoeftes. Die moeten vervuld worden. En dat moet niet beperkt worden. Dus dit stemmetje die zal jou soms motiveren en stimuleren om de ergst mogelijke daden te verrichten. En iedereen heeft hier last van. Iedereen heeft hier last van. Dit is iets wat is geplaatst in elk mens. Zelfs de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam hadden hier last van. In een overlevering wordt er benoemd dat een metgezel Abu Bakr radiyallahu anhu tegenkwam. Abu Bakr is een van de beste vrienden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En deze metgezel, hij zegt tegen Abu Bakr, oh Abu Bakr, Hanzala is munafik geworden. Oftewel, hij spreekt over zichzelf. Ik ben een hypocriet geworden. En Abu Bakr zegt van, waarom zeg je dat over jezelf? Waarom zeg je over jezelf dat je hypocriet bent geworden? En hij zegt, wanneer ik zit met de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en hij praat over het paradijs, hij praat over het hellevuur, dan is het alsof ik het paradijs kan zien. Het is alsof ik het hellevuur kan zien. Oftewel, mijn iman is zo hoog op dat moment. Ik ben niet bezig met zondes. Ik ben niet bezig met ongehoorzaam zijn. Ik ben alleen bezig met het gedenken van Allah en het gehoorzamen van Allah. Dat is het enige focus wat ik heb. En dat klinkt wellicht herkenbaar voor de meeste van ons. Dat wanneer je bijvoorbeeld in een setting zit zoals deze. Je bent omgeven met broeders. Je bent omgeven met een setting waarin het gedenken van Allah centraal staat. Dat het afstand nemen van zondes heel makkelijk aanvoelt. En dat je bij jezelf denkt van, wat heb ik gedaan die ene dag? Of dat ik denk van, oké, ik ga hiermee stoppen. Of dat je denkt van, ik moet mijn leven beteren en veranderen. Het is heel makkelijk om in dit gezelschap om zo te denken. En dat is een van de redenen waarom goed gezelschap wordt gestimuleerd in de islam. En deze metgezel die zegt dus, elke keer wanneer ik met de profeet zit, is dat mijn toestand. Maar dan vertrek ik en dan ga ik terug naar huis, ben ik bij mijn gezin. En dan denk ik weer aan allemaal andere zaken. Oftewel, alle verleidingen van de dunya, die komen weer omhoog. Datgene waar ik net, toen ik samen zat in de moskee, ja, waar ik net van walgde, toen ik dacht aan een bepaalde zonde, ja, toen ik daar zat, toen walgde ik ervan. En dan ben ik weggegaan en een paar uurtjes later, dan ziet het er weer mooi uit. En wat was de conclusie die hij trok, deze metgezel? Hij zei, ik moet dan wel een hypocriet zijn. Subhanallah. Ja, wanneer is de laatste keer dat je jezelf die vraag hebt gesteld? Dat je van jezelf dacht, oké, ik moet een hypocriet zijn vanwege deze gedachte. En ik weet voor de volle 100% zeker, vooral de broeders, en dan heb ik het niet over de jonge jongens die hier zitten, maar de broeders die wat ouder zijn, die de tienerjaren voorbij zijn, jullie weten precies wat ik bedoel. Dit gevoel hebben we allemaal, dit herkennen we. En dit is de conclusie die hij trok, ik ben hypocriet geworden. En hij zegt dit tegen Abu Bakr. En hij zegt dit tegen Abu Bakr, wetende dat Abu Bakr, radiyallahu anh, behoort tot de mensen die het paradijs zijn beloofd. Ja, dus terwijl hij nog leefde, heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam hem het paradijs beloofd. Tegen hem gezegd, jij bent van de inwoners van het paradijs. Niet één keer, niet twee keer, talloze keren.
En wat was de reactie van Abu Bakr? Hij zei, als dat iemand een hypocriet maakt, dan is Abu Bakr ook hypocriet geworden. Dus hier een man van het paradijs, een man die weet dat hij het paradijs gaat betreden, heeft last van precies diezelfde gevoelens en diezelfde gedachtes. En vervolgens stelde Abu Bakr voor, laten we naar de profeet gaan en dit voorleggen aan hem. En hij zei, is goed. En ze legden dit voor. En ze zeiden, o boodschapper van Allah, hier zitten we mee. Wanneer we bij jou zijn en je praat over het hiernamaals, je praat over het paradijs, je praat over het hellevuur, we kunnen het bijna aanraken, bij wijze van spreken. Ja? Zo realistisch is het voor ons. Zo hoog is ons iman op dat moment. Maar wanneer we weggaan bij jou en we gaan terug naar onze dagelijkse levens, is alsof het nooit is gezegd. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij reageerde, o Hanzala, hij zei, als jij je zou bevinden in het toestand waar je over sprak wanneer je met mij bent, en dat constant zou hebben, dan zouden de engelen neerdalen naar de aarde om jou de hand te schudden. Ja, begrijpen jullie die? Als jij in die toestand zou blijven, constant, dan zouden de engelen neerdalen om jou de hand te schudden. Hij zei maar, er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat. Oftewel, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij stelt hem enerzijds gerust door te zeggen, dit is iets waar iedereen last van heeft. En je zult niet in staat zijn om constant dat hoge niveau van iman, om dat te handhaven. Maar wat jij moet doen, is je best doen om ervoor te zorgen dat jij constant in die omgeving zit waarin dat wel wordt gestimuleerd. Dat je dat constant doet. En dat is wat je voor jezelf moet creëren. Ja? In een andere overlevering is het zo dat een van de metgezellen tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, o boodschapper van Allah, soms komen er bepaalde gedachten in mij op, bepaalde dingen waar ik aan denk, bepaalde influisteringen die ik krijg, die me de stuipen op het lijf jagen. En ik spreek ze niet uit. Maar ik denk aan dingen die angstaanjagend zijn. Die angstaanjagend zijn. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij onderbrak hem en hij zei, spreek ze niet uit. Spreek ze niet uit, hou het in je. Hou het in je. Want dit zijn slechts influisteringen van de shaitan. Ja, dus die influisteringen waar de shaitan constant mee bezig is en constant onze nefs mee prikkelt, is iets wat ieder persoon heeft. En het is aan jou en mij om dat te onderdrukken. Dus enerzijds hebben wij die stem die bij ons aanwezig is en dat is onze nefs. Ja, dat is het Arabische woord voor onze nefs. En de nefs die is dus alleen bezig met het zorgen dat je bepaalde behoeftes, dat je die vervult. Dat is zijn enige doel. Jouw nefs is niet bezig met paradijs of met hellevuur. Jouw nefs is alleen bezig met wat wil ik nu hebben. Wat vind ik lekker, wat vind ik mooi, wat vind ik fijn. That's it. Niets anders. Daarbovenop heb je de shaitan. De shaitan, de eeuwige vijand van de gelovigen. Die is vervloekt. En hij weet dat zijn eindbestemming het hellevuur is. Hij weet dat zijn eindbestemming het hellevuur is en dat er voor hem geen genade meer is, er is geen hoop meer. En zijn enige streven in dit leven is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van ons met hem meegaan. Dus, je kunt je voorstellen, zijn taak is om die nefs van jou, om die sterk of zwak te maken, om die sterk te maken. Om die te versterken. Want hoe sterker jouw nefs is, hoe minder controle jij erover hebt. Hoe sterker jouw nefs is, hoe meer jij een slaaf wordt van jouw nefs in plaats van Allah. En dat is de realiteit die we om ons heen zien. Vaak in onze eigen levens, maar ook in de omgeving. Dat we zien dat mensen zondigen op een manier dat je afvraagt van, vrees je Allah dan niet? Ben je dan niet bewust van dat Allah jou ziet? En inderdaad, deze persoon die is zo in de ban van zijn nefs. Die is zo in de ketens geslagen door zijn nefs. En de shaitan duwt hem zo hard richting zijn nefs. Dat hij inderdaad op dat moment waarschijnlijk niet beseft dat Allah meekijkt. Hij heeft dat besef niet. Hij denkt daar niet aan op dat moment. Hij is verblind. Hij is verblind door zijn zondes. Hij is verblind door zijn ongehoorzaamheid. Daarom ook wanneer we kijken naar een bekende hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam.
En wat deze hadith zo bijzonder maakt, is dat de geleerden zeggen dat deze gebeurtenis die wordt omschreven in de overlevering, die heeft hoogstwaarschijnlijk plaatsgevonden tegen het einde van het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En in deze overlevering vat de profeet sallallahu alayhi wa sallam eigenlijk de gehele islam samen. En dat is een overlevering waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zat en hij zat samen met zijn metgezellen. Nou, je moet je voorstellen, we weten natuurlijk niet hoe dat er exact allemaal uitzag, maar probeer je deze zitting even voor te stellen, zoals wij nu hier zitten. Ja, moet je je voorstellen dat hier de metgezellen zitten en de profeet sallallahu alayhi wa sallam zit met hen. En terwijl hij met hen zit en met hen aan het praten is, op dat moment komt er iemand binnenlopen. Er komt iemand binnenlopen. En de persoon die binnenloopt... Ja, niet kijken, er komt niemand binnen, broeders. Ja. Er komt iemand binnenlopen. En die persoon die binnenkomt lopen, niemand die hier zit, niemand herkent hem. Niemand weet wie het is. Ja? En niet alleen niemand herkent hem, dat is misschien niet vreemd, misschien kijk je nu ook om je heen en denk je, ik zie zoveel mensen die ik niet ken. Maar ook aan zijn uiterlijke kenmerken was duidelijk dat het geen persoon is dat hier leeft. Maar een persoon die van ver is gekomen. Het moet een reiziger zijn of zoiets. Maar in die tijd, een reiziger, een persoon die een lange reis heeft afgelegd, je ziet dat aan zijn kleding. Ja? Toen had je geen business class Emirates en dat soort dingen. Dat had je allemaal niet. Als jij moet reizen, reis je door de woestijn voor wekenlang. Dat ga je zien aan jouw toestand. Je kleding gaat vies zijn, je haren zijn door de war, et cetera. Nou, deze man die binnenkwam lopen, of die zich aansloot bij de groep, die zag er strak uit. Die zag er strak uit. Zijn kleren, wit, maar wit next level. Ja, alsof hij het net heeft gekocht, die kleding. En zijn haren, pikzwart en netjes. Netjes gestyled, ziet er mooi uit. Een knap uiterlijk. Oftewel, 100% geen reiziger. Kan geen reiziger zijn. Ja, deze persoon die is bij wijze van spreken net uit de douche gestapt. Gewoon helemaal aangekleed en netjes. Maar tegelijkertijd, niemand kent hem. Nog nooit gezien. En wanneer wij het hebben over een stad waarin men elkaar niet kent, dan moet je niet denken aan een stad zoals Amsterdam of Rotterdam met weet ik hoeveel honderdduizenden mensen. Nee, we hebben het over een stad met misschien wel 1000, 2000, 3000 mensen. Ja, tegen het einde van het leven van de profeet zelfs iets meer. Maar eerder lijkend op een dorp van vandaag de dag dan een grote stad. En je weet, in een dorp wordt gezegd, iedereen kent elkaar. Ja, als een vreemde een dorp binnenstapt, wordt gelijk herkend. Dus deze man die binnenloopt, niemand kent hem. En het bijzondere hieraan is, als zo iemand binnen zou lopen en hij gaat gewoon achteraan aansluiten, is er niks aan de hand. Maar wat deed deze persoon? Hij kwam binnenlopen en hij werkt zich door de gemeenschap heen en hij gaat hier tegenover de profeet sallallahu alayhi wa sallam zitten. Ja? En niet alleen gaat hij tegenover de profeet zitten, als iemand nu binnen zou komen en hij zou hier voordringen en voorin gaan zitten, zou je al denken, waar ben je mee bezig, wat doe je? Maar dat niet alleen, hij ging tegenover de profeet sallallahu alayhi wa sallam zitten, knie tegen knie. Dus terwijl de profeet daar zit, hij gaat vlak voor hem zitten. Ja, vlak voor hem zitten. En hij legt zijn handen, ja, zijn handen legt hij op de dijen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus ook heel intimiderend komt hij naar voren. En vervolgens, terwijl hij dat doet, begint hij vragen te stellen. Hij begint vragen te stellen. Wat zijn de vragen die hij stelt? De eerste vraag die hij stelt is, Akhbirni anil islam. Vertel mij over de islam. Vertel mij over de islam. Dus dit is de vraag die deze man stelt aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij antwoordt met het noemen van de vijf zuilen. Ja, oftewel, de getuigenis dat alleen Allah de aanbidding waardig is en dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn profeet is. Het onderhouden van het gebed. Het vasten in de Ramadan. Het betalen van de zakat. En het verrichten van de hajj als je daartoe in staat bent. En vervolgens reageert deze persoon. Klopt. Ja, klopt. Dus moet je je voorstellen, deze man, hij komt binnen. Hij gaat zitten tegenover de boodschapper van Allah. En de mensen die daar zitten, dat zijn zijn metgezellen. En de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, van hen was bekend, je moet niet bij de hand doen tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam waar ze bij zitten. Ja? Waar de metgezellen bij waren, je moet niet bij de hand doen tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want dan heb je een probleem. Dus de metgezellen die daar zaten, en vooral als het gaat om Omar. Ja? Vooral Omar, de metgezel Omar radiallahu an. Je moet niet bij de hand doen waar Omar bij is. En wat is het bijzondere aan deze hadith? Wie levert hem over? Omar.
Hij vertelt dit dus. Hij vertelt dat hij hier getuige van was. Hij zegt, die man zegt sadaqt. Die heeft de waarheid gesproken. Klopt. En hij zegt in dezelfde hadith, Omar, hij zegt we stonden versteld. Hij is degene die de vraag stelt en hij zegt vervolgens klopt. Oftewel, hij wist het antwoord al. Maar waarom stelt hij de vraag dan? En wie is hij? Vervolgens stelt deze man de tweede vraag. En dat is, akhbirni anil iman. Hij heeft eerst gevraagd over wat? Over islam. Nu vraagt hij over iman. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij antwoordt met de zes zuilen van iman. Ja? Het geloven in Allah, het geloven in de boeken, het geloven in de boodschappers, het geloven in de engelen, het geloven in het lot en het geloven in de laatste dag. Oftewel de dag des oordeels. Deze zes pilaren. En zijn antwoord was wat? Sadaqt. Ja? Klopt. En vervolgens stelt hij een derde vraag. En dat is, akhbirni anil ihsan. Ja, vertel mij over ihsan. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij antwoordde als volgt. Hij zegt, ihsan is dat jij Allah aanbidt alsof je hem ziet. Alsof je hem ziet. Maar op het moment dat jij beseft dat je hem niet ziet, besef dan, hij ziet jou wel. Oftewel, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij heeft hier drie niveaus uitgelegd. Je hebt het niveau van islam. En het niveau van islam is het minimale wat een persoon moet doen om zichzelf moslim te noemen. En dat zijn die vijf zuilen. Dat zijn die vijf zuilen. Vandaag de dag, als iemand de vijf dagelijkse gebeden verricht, is bijna een heilige geworden. Is bijna een heilige. Ja? Terwijl in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ja, dat is het minimale, het is minimumloon dat. Ja? Het is niks bijzonders. Het is niks om over op te scheppen. Daarmee mag je jezelf moslim noemen. Vervolgens, als je dat hebt gedaan, dan heb je het niveau van iman. En dat is dat er een bepaalde sterke overtuiging schuilt in de zaken van het ongeziene. Dus er is een sterke overtuiging. Ja? Er is een sterke overtuiging in datgene wat je doet. En tot slot heb je het niveau van ihsan. En dit is next level. Dit is het hoogste wat een persoon kan bereiken. En dat is het niveau dat een persoon leeft constant alsof hij de hele tijd doorheeft, Allah kijkt naar mij. Hij heeft de hele tijd door, Allah kijkt naar mij. Constant is hij daarmee bezig. En als we dit weten en dit soort teksten horen, dan begrijpen we de handelingen van bepaalde metgezellen. Van de metgezel Uthman ibn Affan is ook een van de beste vrienden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Is overgeleverd dat hij bekend stond om een bepaalde karaktereigenschap. En dat is schaamte. Het gevoel van schaamte dat hij ervaarde. En wat het bijzondere was, dat van hem was overgeleverd, dat wanneer hij alleen thuis was, ja, en in zijn kamer ging omkleden, dus op dat moment heeft hij geen kleding aan, dat hij dan met zijn hoofd omlaag, zijn armen voor zijn lichaam, dat hij zo stond wanneer hij bijvoorbeeld de wassing moest verrichten of omkleden of wat dan ook. Hij is alleen. Hij is alleen. Maar waarom neemt hij deze houding aan? Omdat hij constant doorheeft, zelfs terwijl ik daar zo sta op zo'n moment, Allah ziet mij met alles wat ik doe. Allah kijkt mee op dat moment. Dat besef was constant aanwezig bij de metgezellen. Constant. Allah kijkt mee. En vraag jezelf af vandaag de dag, beste broeders, dat wanneer wij het verrichten van zondes in het openbaar, wanneer wij die vermijden, dan is dat vaak zo dat wij die vermijden en dat er een element in zit van schaamte naar de mensen toe. Want we willen niet dat mensen dat van ons zien. Ja? En hoe merken we dat aan onszelf? Dat merken we aan onszelf, want op het moment dat we alleen zijn in onze kamers, of dat we alleen zijn en niemand van de mensen ziet ons, dat we op dat moment vervallen in die zonde. Op het moment dat als jij alleen bent en jij vervalt in bepaalde zondes, en deze zonde zou je nooit van je leven in het openbaar doen, wat zegt dan dat dan over jouw toestand met Allah? Wat zegt dat? Ja, geloof je dan niet dat Allah jou ziet? Ja, of ben je zo verblind, ben je zo verdronken in je zondes, dat je het niet doorhebt?
En deze gezegende maand Ramadan, beste broeders, en het vasten is bedoeld om jezelf op te krikken naar dat niveau. Dus om jezelf op te krikken naar het niveau. Want die onachtzaamheid en die blindheid die wij soms hebben, als het gaat om onze eigen manier van leven, dit komt door twee zaken. Nummer 1, doordat wij vele daden van aanbiddingen laten liggen. We verwaarlozen aanbidding. En laten we daarin gewoon open en eerlijk zijn en niet heilig spelen. Ja? En ik heb het hier over iedereen, waaronder ikzelf. Wanneer ik spreek, heb ik het in eerste instantie altijd over mezelf. En dat is dat als wij kijken naar onze daden van aanbidding, dan zijn die gebrekkig. Die zijn gebrekkig. En gebrekkig vanuit twee aspecten. Gebrekkig in één aspect, in die zin dat wij heel veel daden van aanbidding niet verrichten, terwijl we die wel kunnen verrichten. Gebrekkig vanuit dat perspectief. Heel veel zaken laten we liggen. Ja? Bijvoorbeeld, we hebben net Isha gebeden. Ja? Wie heeft de sunnah gebeden voor Isha verricht? Wie heeft de sunnah gebeden na Isha verricht? Ik heb het nog niet eens over Salat al-Witr. Maar gewoon de sunnah gebeden die horen daarbij. Wie is blijven zitten om dhikr te doen? Wie is blijven zitten om dua te doen? Ja? Je hoeft de vraag niet te beantwoorden. Dit zijn allemaal vragen die we naar onszelf moeten richten. Naar onszelf. Dan hebben we het alleen nog over Isha. Dus gebrekkig in die zin. Dat heel veel mogelijkheden dat we die hebben laten liggen. En gebrekkig van een ander aspect is wie kan mij garanderen dat het gebed dat je zojuist hebt verricht, dat Allah die überhaupt wilt hebben. Dat Allah daar tevreden mee is. Dat de kwaliteit van jouw daad van aanbidding, dat die dusdanig is, dat het waardig is om te presenteren aan Allah. Al-Hassan al-Basri is een van de geleerden van de eerste generaties. En hij stond bekend als een persoon die heel erg vroom was. En mensen altijd herinnerden aan Allah. Hij behoorde tot de geleerden. Hij zag een keer een groepje mannen zitten, lachend, grappend. Over het algemeen, is er iets mis met lachen en grappen en dergelijke als broeders onderling? Nee, geen probleem. Dat kan. Er is een tijd voor dit, er is een tijd voor dat. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Maar op dat moment, al-Hassan, hij zag dit en hij vond dit een goed moment om ze te herinneren aan iets. En hij zei tegen hen, hij zei, oh broeders. Hij zei, jullie lachen. Jullie lachen. Terwijl het kan zijn dat Allah naar al jullie daden heeft gekeken en heeft gezegd, ik ga er niks van nemen. Terwijl jullie hier aan het lachen zijn. Het kan zijn dat Allah kijkt naar jullie daden en zegt, deze wil ik niet. Die hoef ik niet. Dat kan de realiteit zijn. En hij zegt, en jullie lachen. Dus dit besef moet constant aanwezig zijn. Wie kan mij de garantie geven dat je een daad van aanbidding hebt verricht die Allah accepteert? Die Allah accepteert. En toen deze vraag werd gesteld aan een andere geleerde, werd hem gevraagd van, sheikh, als jij één daad die jij hebt verricht in je leven, als jij die mocht nemen en vervolgens zou kunnen presenteren aan Allah, welke zou dat zijn? Dus hij wilde weten, wat is de grootste daad van aanbidding die je hebt verricht? En de sheikh, hij werd stil en hij zat daar en zat na te denken. Hij zat na te denken. En op een gegeven moment barstte hij in tranen uit. En de vragensteller zei van, wat is er aan de hand? Ik vroeg alleen over welke daad jij zou presenteren aan Allah. En deze sheikh, hij zei, ik weet het niet. En de vragensteller, hij zei, hoezo? Jij bent onze sheikh. We zien jouw talloze daden van aanbidding verrichten. Kies er eentje uit. En hij zei, je begrijpt het niet. Hij zei, als ik kijk naar mijn daden van aanbidding, er is geen enkele daad in mijn leven die ik heb verricht, waarbij ik met zekerheid kan stellen dat die oprecht was omwille van Allah en dat die wordt geaccepteerd. Ik weet niet wat ik kan presenteren. Dus dit is de realiteit van de mensen. Dit is de realiteit voor ons allemaal. Want niemand van ons die hier zit, is het paradijs beloofd. Dat was voor Abu Bakr, dat was voor Omar. Dat was voor Uthman, Ali en dit soort namen. Dat was voor hen, maar niet voor ons. Dus wanneer wij kijken naar onze daden, voldoen die aan de lat, ja, van oprechtheid? Voldoen die daaraan? Dus dat is één aspect. Het nalaten
van al het goede wat wij kunnen doen. En een andere reden waarom wij worden verblind, is doordat wij zijn verdronken in zondes. We zijn verdronken in zondes. En deze zondes die hebben een effect op het hart in eerste instantie. En wanneer ik zeg dat we verblind zijn, bedoel ik niet dat een persoon verblind is met de ogen. Dat hij niet kan zien. Nee, zijn ogen werken prima. Ja? Het zijn niet de ogen die blind zijn, maar het zijn de harten. Het zijn niet de ogen die blind zijn, maar het zijn de harten. Het hart is niet meer in staat om goed van slecht te onderscheiden. Het hart is niet meer in staat om te zeggen, dit is een goede daad waar Allah tevreden mee is. En dit is een slechte daad die zijn woede zal opwekken. Voor dat hart, voor dat verblinde hart, is alles gelijk. Alles is hetzelfde. En is constant op zoek naar excuses. Dus deze twee zaken, beste broeders, het verwaarlozen van het goede en het verdrinken in het slechte, dit zorgt ervoor dat wij verblind raken. Dit zorgt ervoor dat wij verblind raken. En de maand Ramadan, die zou jou kunnen zuiveren. De maand Ramadan kan jouw hart zuiveren. Waarom? Want in deze gezegende maand is het zo dat jij gedurende de dag zelfs die zaken die Allah heeft toegestaan, waarvan Allah heeft gezegd het is goed, zelfs die laat je achterwege. Een glas water. Laat je achterwege. Waarom? Is het slecht? Is het schadelijk? Over het algemeen, wanneer Allah iets verbiedt, wanneer Allah over iets zegt dat is haram, ja, dan zit daar iets schadelijks in. Wanneer Allah ja, tegen jou zegt, zina is haram, het nemen van een vriendin is haram, dat wordt niet gezegd om jouw leven moeilijk te maken, maar dat wordt gezegd omdat daar schade in zit. Er zit daar iets in wat schadelijk is voor jou. Wanneer Allah zegt, riba, rente, is haram, blijf van weg, zegt hij dat niet omdat je wil dat je voor de rest van je leven gaat huren. Hij zegt dat niet om jouw leven moeilijk te maken, maar er zit schade in rente. Wanneer Allah jou verbiedt om alcohol te drinken, dan is dat niet om jouw leven moeilijk te maken, zodat jij niet kan genieten. Nee, dat is omdat er schade zit in alcohol. Alles wat Allah heeft verboden, daar zit iets schadelijks in. Wil jij het niet geloven en wil jij zeggen, nee, ik moet weten waarom, ga je gang. Maar de consequenties zijn ook voor jou. De consequenties, als dat schadelijke naar boven komt, die zijn voor jou. En op dat moment kun je niet zeggen van, maar ik wist het niet. Je wist het wel, maar je ego stond in de weg. Alles wat Allah haram heeft verklaard, zit schade in. Tijdens de Ramadan laten we dingen achterwege waarvan we weten dat het goed is. We laten dingen achterwege gedurende de dag waarvan we weten dat het goed is. Oftewel, een maand lang trainen wij onze nefs, ja, onze zelf, we trainen onszelf om te leren, je krijgt niet altijd je zin. Ik luister niet naar jou. Ik weet dat je honger hebt, maar je krijgt geen eten. Ik weet dat je dorst hebt, maar je krijgt geen druppel. Ook niet als ik alleen ben, want Allah kijkt. Je krijgt niks daarvan. Wacht maar tot de avond. Dus een maand lang ben je dat gevoel aan het onderdrukken. Jouw nefs ben je aan het wegzetten. Je krijgt je zin niet. En als jij dat kunt doen met halal, wat dan te denken van haram? Het komt niet eens in je op. Ja? Want je bent jouw nefs en jouw lichaam zo aan het uitputten, je bent zo kapot, je bent niet eens bezig met al dat haram. Je hebt de energie er niet voor. En dat is de reden waarom veel van de vroegere geleerden zeiden dat het een van de sterkste manieren om de nefs, om die te breken, een van de beste manieren om verleiding en begeerte, om die te slopen, is middels honger en dorst. Is middels honger en dorst. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij heeft gezegd, in hadith in Sunan ibn Majah, zegt hij dat er niets is, er is geen enkel vat op de wereld, ja, er is geen enkel vat op de wereld, ja, dat erger is om gevuld te worden dan de maag van de mens. Oftewel, onze magen, dat is het ergste wat je kunt vullen. Dat is het ergste wat je kunt vullen. En hij zegt vervolgens, een aantal hapjes die je inneemt om jouw rug recht te houden, is meer dan voldoende. Een aantal hapjes, kun je dat voorstellen?
Ja, wij zijn een all-you-can-eat generatie. Een aantal hapjes om je rug recht te houden is voldoende voor de mens. Is voldoende voor de mens. Maar vervolgens, wat zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam? Hij zegt, maar als je het dan toch moet vullen, als het toch moet, als je zo zwak bent en je moet er meer inzetten, dan een derde voor eten, een derde voor drinken en een derde voor lucht. Dus zelfs dan, met mate, rustig. Rustig aan. Dus het hebben van honger, het ervaren van honger en het ervaren van dorst, dat breekt de nefs. Dat breekt de nefs. Waarom? De nefs is zo bezig met het verkrijgen van de basisbehoeftes. Hij is zo bezig om jou die basisbehoeftes te laten innemen, dat hij niet denkt aan alles wat daarboven zit. Hij moet eerst het minimale binnenkrijgen. Ja, hij moet eerst het minimale binnenkrijgen. Pas als dat klaar is, dan ga je praten over de rest. Ja, net als een van de broeders die vertelde mij laatst over een sollicitatiegesprek die hij had. Ja? Ik ben de koning van vergelijkingen trouwens. Ik weet, ik zie die gezichten en denk van, wat heeft sollicitatiegesprek te maken met dit? Maak je geen zorgen. Deze broeder, hij vertelde dat hij in gesprek ging en dat de onderhandelingen op een gegeven moment zo liepen dat er alleen werd gesproken over secundaire voorwaarden. Ja, over de secundaire arbeidsomstandigheden. Dat is het enige waar de werkgever over aan het praten was. En toen de sollicitant op een gegeven moment sprak over, ja, maar wat is dan het salaris? Kwam hij met een bepaald bedrag dat nergens op sloeg. Dus voor hem was gelijk duidelijk van, oké, ja, dit gesprek heeft geen zin. Het gesprek heeft geen zin. Nou, hij heeft dat gesprek afgekapt. Hij heeft dat gesprek afgekapt. En hij werd dezelfde dag of een aantal dagen daarna, werd hij gebeld, ja, door die werkgever. Van kom praten, laten we opnieuw de voorwaarden en dergelijke, laten we die opnieuw bespreken. Ja? En die broeder, hij zei aan de telefoon van, luister, we kunnen praten tot je aan ons weegt, maar het salaris, dat was het probleem, heb je dat geregeld? Hij zegt, maak geen zorgen, kom. De broeder is gekomen, wat gebeurde uiteindelijk tijdens dat gesprek? Opnieuw ging het over secundaire voorwaarden. Dus het gesprek werd afgekapt en klaar, de baan is niet genomen. Wat is de vergelijking die ik hier maak? Ja? Deze broeder, die sollicitant die daar zat, hij was niet tevreden met de primaire voorwaarden. Dus je kunt praten over secundaire voorwaarden tot je aan ons weegt, maar hij geeft daar geen gehoor aan. Dat is niet interessant. Het minimale wat daar is, dat moet eerst opgelost worden, dat moet geregeld worden. Dus wanneer jij jouw nefs zo hebt getraind dat het niet krijgt wat het wil aan basisbehoeftes, dan is het constant daarmee bezig. En zal het je constant overtuigen om meer te eten en meer te drinken. Dat is het enige. Hij zal niet bezig zijn met de rest, want eerst moet het minimale, dat moet geregeld worden. Dus jij moet die strijd met je nefs gaan voeren. Wij leven onze levens op zo'n manier dat we constant in een defensieve houding zijn. Constant zijn we onszelf aan het verdedigen tegen de nefs. Onze nefs heeft ons in een hoek gegooid en slaat hier zina, slaat hier alcohol, slaat hier shisha lounge, gooit van alles op je af. Al die grote zaken gooit hij op je af. En je bent constant maar aan het proberen om dat te vermijden. Je bent constant aan het proberen om dat te ontwijken. En het lukt niet. Want je ontwijkt riba, je ontwijkt alcohol en shisha lounge die raad je. En dan beland je daar. Ja? En niet om te zeggen, nu heb je een excuus dat je zegt van ja, ik heb mijn best gedaan en in ieder geval alleen shisha. Nee. Jullie snappen wat ik bedoel. Als je constant defensief bezig bent en die grote rampen die op je afkomen, als je die de hele tijd aan probeert te ontwijken, je gaat geraakt worden. Je gaat geraakt worden. Maar als jij het gevecht naar jouw nefs brengt en jij bent degene die aanvalt, dan is jouw nefs is niet bezig met, hè, met shisha lounge en zina en al die zaken. Jij bent bezig met jouw nefs, oké, dat geen water, oké, dat geen halal. Oké, dat geen eten, geen drinken, niks. Ontzeg jouw nefs van de dingen die het nodig heeft. En plaats jouw nefs in die verdedigende houding. En dat is wat de Ramadan met jou doet. Dat is het effect wat vasten op jou moet hebben. Dat je de hele dag door jouw nefs in die hoek hebt en constant aan het slaan bent. Constant aan het slaan bent. En dus niet dat jij aan het vasten bent en dan een middagdutje gaat doen van 3, 4, 5 uur. Dat heeft geen zin.
dat heeft geen zin. Ja? Dus ik zeg niet dat je vasten daarmee is verbroken of dat ongeldig is, dat zeg ik niet. Maar ik zeg, het doel waarvoor je vast, dat ga je daarmee niet behalen. Want jouw nefs, ja, dat is alsof je je nefs in een hoek duwt en zegt, geen eten, geen drinken. Maar ik ga je niet slaan, kom maar lekker zitten, maak geen zorgen. Ga maar lekker slapen, straks geef ik je. Heeft geen zin. Jouw nefs moet klappen krijgen. Oftewel, je moet wakker blijven. Je moet actief blijven. En actief blijven met wat? Niet met werken, niet met vakken vullen in de appie. Nee. Je moet wakker blijven en Allah aanbidden. Wees bezig met daden van aanbidding. Jouw maag knort, ik heb honger, ik heb dorst. Ewa, nog twee rakaat. Jouw maag zegt en jouw lichaam zegt, ik ben moe, laten we slapen. Nog een bladzijde uit de Koran. Dat is het gevecht dat je moet voeren. Als jij dat niet doet en je blijft achteroverleunen en je bent een minuut aan het aftellen tot aan iftar en je weet, oké, dan ga ik eten en dan is die iftar maaltijd dus ook een all you can eat met 30 verschillende gerechten. Wat heb je dan gedaan die dag? Wat heb je dan gedaan die dag? Dus elke dag weer, beste broeders, en hiermee sluit ik af. Elke dag weer in de Ramadan moet je het exact zo voor je zien. Elke dag is een nieuwe bokswedstrijd. Tegen je nefs. Die begint bij Fajr. En die eindigt bij? Nee, Fajr, mashallah. Ja? Niet Maghrib. Die eindigt weer bij Fajr. Ja? Die eindigt niet bij Maghrib. Die gaat door tot aan de volgende Fajr. Dus elke dag weer is een nieuwe ronde. Een nieuwe ronde. Deze maand krijg je 29 of 30 rondes. Je krijgt 29 of 30 rondes. Als jij die 29 of 30 rondes, als jij daarin succesvol bent en je wint dit gevecht, dan ga je zo'n kracht opbouwen in jezelf. Je gaat jouw iman zo voeden dat je de volgende 11 maanden in staat bent om jouw nefs dag in dag uit een knock-out te slaan. Als je het serieus neemt. Maar als jij dit gemakkelijk oppakt en je nefs de vrije loop laat gaan en die 29 of 30 rondes gaat liggen slapen, dan ga je de komende 11 maanden ga je verder slapen. En ga je niks kunnen bereiken. Dus laat deze gezegende maand, beste broeders, laat dit jouw maand zijn. Laat dit jouw maand zijn. Laat dit een maand zijn waarin je jezelf gaat overtreffen. Waarin je nog een keer nadenkt over de doelstellingen die je vorig jaar had en van jezelf zegt, dit jaar ga ik het nog beter doen. Dit jaar gaat mijn vasten gaat nog mooier zijn. En ik ga daden presenteren aan Allah waar ik trots op kan zijn. Ik ga daden presenteren aan Allah waarbij ik weet, dit is een daad dat het waardig is om gepresenteerd te worden aan Allah. En begin daarmee vanavond. Begin daarmee vanavond met die daden. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons deze gezegende maand te doen bereiken. We vragen Allah om onze goede daden van ons te accepteren. We vragen Allah om onze zondes en onze vergissingen te vergeven en door de vingers te zien. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om deze maand, wanneer wij deze mogen bereiken, dat wij deze maand volledig zullen benutten. En er sterker uit zullen komen als sterkere moslims dan dat we erin zijn gegaan. En als laatste herinnering, broeders, wat ik aan het begin van de lezing zei, het jezelf omringen met gelijkgestemden, met je broeders, is daar een belangrijk onderdeel in. De deuren van Centrum MJA, die staan open voor jullie. Die staan niet alleen open voor jullie, dit is jullie centrum. Ja? Deze stichting is jullie stichting. Deze jongerenruimte is jullie jongerenruimte. Dus wees hier welkom. Dit is jullie plek. Ja, hier willen we jullie zien. Zie dit niet als een plek van hey, waar ik de gastheer ben en jullie mogen komen wanneer ik dat wil. Nee, de deur is open. Kom hier naartoe. Dit is jullie plek. En in dat licht hebben we aanstaande zondag, inshallah, dus over 2 dagen, hebben we nog een lezing. Ja, we krijgen een gast uit Engeland op bezoek. En hij zal ons vermanen, inshallah, met een lezing over een interessant onderwerp. Wat is het onderwerp? Broederschap. Ah, de juiste omgeving voor je creëren. Dus het punt wat ik net bespreek, daar gaat hij verder op in detail, inshallah. Aanstaande zondag, hoe laat? 8 uur. Oké, aanstaande zondag, 8 uur.
Ja? Aanstaande zondag 8 uur. Zal het hier zijn? Dezelfde plek? Oké, het zal hier zijn, inshallah. Ja? Aanstaande zondag 8 uur. Het is voor broeders en het is voor zusters, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته